Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors. Lukaku. Nu net niet tot bij Lautaro Martinez. Snelle recuperatie met Brozovic. En Lukaku, prima gedaan. Gagliardini kan openen. Hier Darmian. En de goal door de benen van Sommer. Uitstekende aanval van Inter. En de goal is er. Matteo Darmian viert vroegtijdig zijn verjaardag met deze knal los door de benen van Matthias Sommer. Niet prettig. Maar voilà, Gladbach moet achtervolgen. Groot aandeel voor Lukaku ook bij deze actie. Eerst dat doorkoppen tot bij Lautaro, ging nog niet door. Goed gerecupereerd van Brozovic. Lukaku nog eens met een zeer goed tikje op Gagliardini. Die legt hem nog eens breed tot bij Darmian en binnen. Thuram zat weer een beetje opgesloten. Lukaku, oh, knap, ontwijkt daar de tackle van Kramer. En geeft mee met Martinez. En die niet in eerste instantie. Oh, toch nog een herkansing. Martinez, save van Sommer. Leiner kan misschien met links proberen. Ja, dat is een goeie. En Andanovic toch even aan het werk gezet. Wendt brengt hem voor, Stindl kopt in het midden van de goal. En daar zijn ze opnieuw met Thuram. Moet voorbij Skriniar. En dat lukt bijna. Dit is al een strafrecept van Andanovic. Eén minuutje krijgen we dus nog. Stindl opent voor Lazaro. En daar Plea. En hij roept hem erin. Mooie goal van Borussia Mönchengladbach. Die kan niet beter vallen dan in minuut 46. En hij doet het toch weer, Plea. Die prima spits, maar goed gevoetbald. En van Stindl, de voorzet van de huurling. En de kopbal van Plea. Voilà, 1 tegen 1. Lukaku moet er wat aan doen. Martinez neemt hem mooi mee. En de bal. Opgepikt die bal nog door Barella. Maar zijn schot afgeblokt. Lukaku weer uitstekend aannemen en afleggen. En oké, er was nog wel wat werk aan voor Lautaro Martinez. Thuram, nee. Nice. Dacht, er wordt een overtreding op mij gemaakt. Hier Lukaku met Zakaria. Duwt hem even van zich af en hij scoort Lukaku. Ongelooflijk. Lukaku doet het. Eén kans, één doelpunt. Hij doet het dan maar zelf. De manier waarop hij die Zakaria van zich laat afbotsen. En dan overhoeks binnenknallen. Als je zo'n man voorin lopen hebt als Romelu Lukaku, dan blijft alles mogelijk. Oh, wat een match en wat een doelpunt van Lukaku. Hoe sterk was dit. Eerst het balverlies van Thuram. Zijn aanname niet goed, dan van de bal gezet door Brozovic. Wie anders in de loop van Lukaku, maar had nog veel werk hoor. En dan hier eerst dat duwtje en dan met rechts overhoeks. Yes, hier Lukaku. Ongelooflijk toch. Onvoorstelbaar, Romelu Lukaku. Zekerheid over de winst vandaag, dat wel. Weer twee doelpunten. En deze, als je Lukaku heet, laat je die gewoon niet liggen. Voilà, Borussia Mönchengladbach gaat zijn eerste nederlaag leiden in deze Champions League. Oh!
Ja. En is dit geen buitenspel? Kan Pléant afmaken? Hij doet het! Pléant doet het! En de vlag blijft voorlopig beneden. 2-3. Daar zijn de Borussen dan toch weer in de running. Deze highlights werden u aangeboden door Heineken. En PlayStation. UEFA Champions League sponsors.